Goedemiddag. Dat is een nieuw product. Ik denk dat heel veel vrouwen hebben dat nodig. Dat is de Viatel ZW11 vleesthermometer. Dus ja, van de naam dan zegt het al dat het gewoon een thermometer is om de vlees te meten voor de barbecue of in de oven. Hij ziet zo eruit. Ik ben natuurlijk niet zo handig in de keuken, ik weet niet eens hoe dat werkt. Maar in ieder geval, dat gaat zo. Ik ga even die... Hier heb je een batterij. Kan je batterij in doen. En wat ik begrijp, dat die gaat in de vlees. Dat is natuurlijk kan tot 240 graden. Dus kan heel erg in de oven of in barbecue. Dus hij kan wel aan. En je kan zien hier de temperatuur van de vlees. Dus je moet maar kijken hoeveel graden heb je hem stigaar. Dan kan gewoon uit de oven of uit de barbecue. Hier zit de boekje. Je kan hem gebruiken. Ik ga jou wat laten zien. Hoe staat dat eruit bij Viatel? Dat is de Viatel ZW11 vleesthermometer, inclusief e-book, barbecue thermometer, kernthermometer, kamado, barbecue, accessory. In ieder geval, zoals je ziet, zo ziet het eruit. Ik ga even kijken. Ja, dus hier voor de vlees. Je kan in de oven, kan barbecue, kan bij de grill, kan ook in de oven. Zoals je ziet, de kabel die loopt gewoon in de oven en die werkt gewoon geen probleem voor de warmte ofzo. Ik ga even kijken. Ja, ik denk dat is gewoon een simpel video. Laat jou zien alleen maar wat. Oké, dat is niet zo. Even kijken wat ze gaat. Oh ja, zo werkt. Dus ze meet nu de watergraden, zeg maar. Dat staat op 61 of 62. Dus hij meet gewoon hoeveel graden bij water of vlees of iets wat je gaat koken. Ja, ik weet het niet. Okay. Hij ziet wel mooi uit en digitaal. Dus ik denk elke vrouw of elke persoon die maakt heel veel eten, dan kan deze gebruiken. Ik kan niet koken, dus voor mij niet nodig. Oké, in ieder geval bedankt en tot de volgende video.